Ja, het volgende. Mantelzorgers. We kunnen eigenlijk niet zonder. Het zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte. of uh, hulpbehoevende persoon uit hun eigen omgeving. Vaak familie of een buurvrouw of zo. of een buurman. Ze zijn er eigenlijk 24-7. Eén keer per jaar worden ze in het zonnetje gezet. bij de zogeheten Mantelzorg Awards. Verslaggever René Van Hoof staat bij zo'n bijzonder persoon. Goedemorgen bij Tante Louise. En Hogerheide, Heiden zijn we. Want, en dat is niet voor niets, want Esther, jij hebt. Een collega die je als ja, beste mantelzorger van Nederland wil benoemen. Ja, dat klopt. Dat is uh, Yvonne Faber, case manager dementie van Tante Louise. Ja, uh, jouw vader is dement, begrijp ik. Ja, die heeft Alzheimer. En Yvonne die, uh, mm -hmm. begeleidt mijn ouders. Allebei eigenlijk, maar vooral mijn moeder. Die krijgt er heel veel steun aan dat Yvonne uh, ja, altijd gesprekken met haar heeft. En, en hoe dat ze reageert, of dat goed is, hoe dat ze mijn vader. Uh, begeleid. Nou, dan hebben ze gewoon heel veel steun en dan krijg ik ook heel veel rust van. Jouw vader kreeg Alzheimer. Uh, jullie gingen naar het ziekenhuis en toen werd zij aangewezen als ja. mantelzorger. Ja, de geriater die uh, zei tegen ons: je krijgt een case manager toegewezen en dat bleek vonden te zijn van onze stichting dan. Ja. Waarom ben je zo enthousiast over Yvonne? Yvonne die begrijpt het heel goed. We hebben, ja, Indische cultuur is natuurlijk toch anders dan Hollandse cultuur. En Yvonne die snapt dat ook heel goed. En net als uh, bijvoorbeeld, ze blijft altijd aan tafel zitten bij mijn ouders. Mijn vader wordt er heel rustig van. En mijn moeder, die, als er iemand blijft eten, dan weet ik ook dat zij diegene graag mag. En nou, dat is voor mij al een hele geruststelling. Dus jouw vader heeft er baat bij? Ja, heel erg. En mijn moeder ook. En ja. ik ook. Ja. ja. Want, want die dimensie kent heel veel vormen, hè? Maar jouw vader, bijvoorbeeld, hij kent hij jou nog? Hij weet nog wie je bent? Jazeker, ja. Ik kom heel vaak, uh, één, twee keer per dag. En uh, ja, hij herkent mij nog, dus. Dat is al heel fijn. Kan natuurlijk later anders worden. Maar ja, daar ga ik nou nog even niet aan denken. Jullie hebben heel veel actie gevoerd in ieder geval, om Yvonne als beste mantelzorger ja. van Nederland aangewezen te krijgen? Ja. Binnen de stichting hebben we Martina en Mark van en Communicatie. Die hebben heel veel moeite gedaan om het allemaal op intranet, op internet en overal bekendheid aan te geven. En uh, ja, dat is gewoon heel fijn. Want we hebben al heel veel, veel stemmen binnengekregen. Spannend? Ja, heel spannend. Ja. Dus ik hoop dat Yvonne het wordt. Ja, en dan Yvonne, die uh, genomineerd is als beste mantelzorger van, uh, van Nederland. Hoe is dat om genomineerd te zijn? Ja, dat is natuurlijk hartstikke bijzonder. Een grote eer uh, voor je werk, daar doe je het voor. He, ik bedoel, uh, je wil altijd het beste voor je, voor je cliënten en uh, voor hun familie. En als het dan gewaardeerd wordt, is dat uh, supermooi. Maar ik denk dat ook een heel goed... Uh, uh, is voor het case management in het algemeen. Hè? want Het is gewoon heel belangrijk werk wat er en gedaan hebben. Dus een keer is positiefs over de zorg. Ook dat, zeer ja. zeker. Waar, waarom vind jij het leuk om met dementerende mensen te werken? Uh, ja, dus een bepaalde affiniteit die ik van, uh, vanaf mijn 18e en 19e heb opgedaan. en uh, die eigenlijk uh, ja, altijd alleen maar versterkt is. Ja. Want, is het moeilijk? Uh, voor mij niet, maar goed, uh, ja, je bent er al nou, 30 jaar uh, in aan het werk, uh, diverse scholingen gedaan en ja, al doende leer je uh, een heleboel bij. Dus nee, ik vind het niet moeilijk. Wat krijg je als je de beste zorgen van Nederland bent? Uh, gewoon een mooie eer en een heel mooi award wat je mooi op de schouw kan zetten. <laughs> Past ook een beetje bij de zorg, hè? maar dat moet toch een beetje vanuit het hart komen. Ja, maar dan komt het ook. René even over uh, bij de ja, Mantelzorg, Mantelzorg uh, Awards 2017. We gaan in de gaten houden of Yvonne het daadwerkelijk gaat winnen. Natuurlijk chauvinistisch en bravas als we zijn.